One, two, three, funk it. Van poetsen. Ik was net het artikel van Lara aan het lezen. Ik denk de meeste die wel weten. Lara, amai. Lara had baarmoederhalskanker. Heeft baarmoederhalskanker. En nu hebben ze haar in slaap gedaan. Dus het einde voor haar ergens opgelucht is in zicht, maar natuurlijk ook gewoon zo hartverscheurend. Echt, oh amai. Ik heb al mijn ogen uitgejankt. Ik vind het zo erg. Het is gewoon, ja. Laat u gewoon ook zo stilstaan bij al de kleine dingen. En dan denk ik echt, waarover zaag ik soms? Of waar maak ik soms een drama over of zo? Het is gewoon zo erg. Ik denk echt aan al haar familie en haar geliefden die dit moeten meemaken. En zijzelf natuurlijk. Haar kindjes en haar man. Het is echt zo oneerlijk gewoon. Het is gewoon zo oneerlijk dat iemand zo jong zoiets moet meemaken en zoveel moois achterlaat eigenlijk. Maar ze zal sowieso altijd het mooiste lichtpuntje aan de hemel zijn, sowieso. Dat is echt zo'n sterke en zo'n positieve. Niet normaal, tot echt tot het laatste. Dat is echt. Ik heb nog nooit iemand gezien die dat nadoet. Allee, is echt. Ja. Zo sterk. Maar oké. Okay. Dacht. Ik ga het even. Allee. Dat is ook natuurlijk het leven. En dat is echt zo shit. En ik was nu de hele tijd al aan het poetsen. En ik dacht, ik ga eens even lezen op mijn gsm. En eens kijken. En toen zei ik het. Ik zag het wel al. Deze week stond er echt heel veel volk bij haar thuis. Die woont trouwens ook hier. Allee, in de buurt. Een paal. En altijd als ik op weg naar mijn ouders ben. Of terug. Dan rijd ik daar voorbij.
En dan, ja, ik weet niet, dan vraag ik mij altijd zo af van hopelijk gaat alles goed en hopelijk is ze nog zo sterk en zo. En deze week zag ik echt, ik denk vrijdag en zaterdag ben ik er langs gereden en ik zag zoveel auto's en ja, iets in mijn maag zei van, dat is precies niet goed. En nu lees ik dit, dus. Maar oké. Ik ga verder doen met poetsen, mijn gedachten wat proberen te verzetten. En ja, al mijn liefde gaat gewoon uit naar iedereen die Lara lief heeft. Iedereen die Lara graag ziet. En ja, het is gewoon zo erg. En opruimen. Ik ben echt KO. Ik heb pijn in mijn rug. Oh, damn. Maar oké. Het laatste is aangebroken. Ik moet onder nog met nat doen. Alles staat omhoog of opzij. En nu ga ik onder nog met nat doen. En dan ben ik klaar. Katjes zitten trouwens even in de bergen. Ik heb ze snoepjes en zo gegeven. Want Milky blijft meestal wel stil zitten, ergens op de zetel of zo. Maar Muffin loopt heel de tijd rond. En dan hebben we overal kattenpootjes in het nat, dus dat willen we niet. Oké, oh, nu hoort Milky mij. Nu krabt hij aan de deur. Servus Milk, nog even. Oké, laatste fase. Ik ben klaar met poetsen. Heel veel pijn in mijn rug en in mijn bekken. Niels is ook terug daar. En ik heb ondertussen ook wat foto's gemaakt. Content die ik nog even moest doen. Ik de laatste vandaag moest doen. Dus Niels was zo lief om die foto's voor mij te maken. Nu ga ik mij douchen. En dan gaan we zelfs frietjes halen en chillen. Hele avond, ik zag u niet. Hele avond lang niks doen en frieten eten. Ik heb me gedoucht en een maskertje op van Glam Glow, het Mud Mask. We zijn de kampioenen aan het kijken. En Niels is zijn frietjes en vleesjes aan het kiezen. We gaan altijd bij frituur, alleen de laatste tijd bij frituur lieve, omdat je daar online kunt bestellen. Dat is wel handig. Maar je moet maar, nog wel zelf gaan afhalen, hè? Ja, maar ik moet wel eerlijk zijn dat ik frituur Patrice veel lekkerder vind. Allee, persoonlijk, hè? Ja, nee, het stoofvlees en de servela speciaal. Want nu bij lieve neem ik een frikandel speciaal, omdat ik weet dat ik de servela speciaal daar niet zo lekker vind. Gaar genoeg. Maar ze zijn allebei wel lekker. Ze hebben allebei hun voor- en hun nadelen en hun lekkere dingen en minder lekkere dingen. Dus als je in Paal of Beringen of zo woont, frituur Lieve en frituur Patrice zijn ons favorieten. Ik ben echt K.O. hè. K.O. K.O. Oké, we gaan chillen. We gaan tv kijken. Als dat we eens lekker eten. Niels gaat zich nog douchen, want we kunnen pas over een uur onze frietjes afhalen. Ik ben trouwens aan het chillen met Justin Bieber.
frietjes zijn er. Ella, delen hè? Niks. Oké, de frietjes zijn er. Ik heb maar een kinderfriet genomen, dus dat was wel weinig. Maar ik heb wel twee vleesjes en een potje stoofvleessaus. Maar is kinder nog kleiner dan klein? Ja, kinderfriet is echt een kinderfriet. Ja. Heel veel. Ja, dat is echt heel weinig. Nee. Ik heb toch twee vleesjes dus. Ik ook. En Niels heeft een grote friet, denk ik. Nee, gewoon. Gewoon, maar. Ja. Met mayonaise en satékruiden, wat is daarin? Cholos, hè? Mini Megamix. Oh, Megamix. En een lange, smalle Mexicano. Yummy. Nog nooit genomen eigenlijk bij de frituur. Nee, maar mijn papa pakt dat echt altijd, Mexicano. Ik vind dat wel lekker, Mexicano ook. Smakelijk. Ah ja, ik heb niet gezegd wat mijn vleesjes zijn, hè. Een frikandel speciaal en een vleeskroket met mayonaise. Glutenvrije vleeskroket. Als je echt frieten neemt en dan glutenvrije vleeskroket. Ja, maar frieten zijn geen gluten, hè? Nee, patatten zijn toch geen gluten? Dat is zet. Ik dacht eigenlijk pasta en... Ja, pasta is gluten, maar patat toch niet? Nee. Ik weet het eigenlijk niet. Nu doe je me twijfelen. Ondertussen is het 10:00. Ik ga watermeloen eten en ik zit even op de bal omdat ik rugpijn heb. Niels is daar aan het chillen. Lazy evening. En we zijn Breaking Bad aan het kijken. Ik moet zeggen dat ik het wel beter vind worden. Vorige aflevering vond ik goed. Toen gebeurde er veel in één aflevering. Dus dat vond ik wel goed. Maar ja, we houden vol, hè. Ik denk wel dat we het af zullen zien. Maar ja, ik vind het nog niet de beste serie. Maar het is al beter. Dus dat gaan we nu doen. Maar ik ga ook wel de vlog hier afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Bye.